staan we in Den Haag, in het provinciehuis. En niet zomaar. Want hier worden echt belangrijke beslissingen genomen voor Zuid-Holland. En ik sta hier naast Anne, onze statenfractielid namens de PvdA. Anne, wat doet de provincie precies? De provincie doet hele belangrijke dingen. Ik noem er drie. We nemen besluiten over de Hollandse kust. Hoe blijft die groen, maar ook goed om naartoe te gaan om te recreëren? Waar komen al die woningen bij, maar ook betaalbare woningen? Extra woningen zijn nodig. En tenslotte, hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen met de energietransitie? Het klimaatvraagstuk vraagt heel veel en de provincie neemt daar belangrijke besluiten in. Als je nou kijkt, hè, die afgelopen 4 jaar, waar ben je nou ontzettend trots op? De Partij van de Arbeid zat in de oppositie, maar we hebben samen met anderen miljoenen extra voor fietsers geregeld. Zodat die niet in de auto in de file hoeven staan, maar ook op zondag lekker naar buiten kunnen om een rondje te rijden. Echt, dat is een groot verschil voor heel veel mensen. Ja, prachtig om te horen. Nou, je kunt dus in de provincie het verschil maken als het gaat om onze kust. Of als het gaat om wonen of die energietransitie. En wil je het verschil maken of ken je iemand die dat heel goed kan? Dan is dit het moment. Want op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. En jij kunt je aanmelden. En dat kan via onze website www.pvdazh.nl. Doen. Aanmelden kan tot 16 juli.